Q-Music, Matej Jambica. Homo Lobby, de musical. In de eerste scène zien we de nieuwe paus Franciscus de Eerste. Lekker aan de klus en blij met zijn nieuwe baan. Hij is nu... paus. Hij is machtig, machtig. En een beetje een babbelkous. Hij is nu... paus. Ja, Franciscus is een gezellige man, maar af en toe een beetje loslippig. Op een congres laat hij vallen dat er binnen het Vaticaan zoiets bestaat als een geheime homo-lobby. En die zien we in de volgende scène. Als de kerk niet wil dat je trouwt met een man of vrouw van wie je houdt, en ze vinden dat je Satan bent, dan is de oplossing bekend. We zetten een homo-lobby op en we gaan er achteraan. We zetten een homo-lobby op en we gaan naar het Vaticaan. De homo-lobby infiltreert het Vaticaan. En langzaam maar zeker slagen ze erin om subtiele, homo-vriendelijke veranderingen door te voeren. Gaan we dit echt doen? Ja, in juni. We gaan het echt doen. Oké, okay, ja, kom zeker. Okay. En ze beheersen niet alleen de kerkmensen. De homo-lobby beheerst alles. De grote multinationals, de CIA. En zelfs, zo wordt gefluisterd, het Eurovisie Songfestival. Oh mijn god, homo's lezen al onze e-mails. En gelukkig ook maar. Want de hetero's hebben nu al een tijd de macht. En kijk wat een puinzooi de wereld is. Goed punt. Het is tijd om de homo's de boel te laten runnen. En daar vertrouwen we nu eigenlijk ook al op. Maak je vriendje het uit. En je voelt je rot. Wie wil je dan? Je homo! Of je hebt een nieuw huis, maar totaal geen smaak. Wie bel je dan? Je homo! En als nou ook iedereen in de kerk uit de kast komt, is het feest compleet. Het hele probleem van het celibaat is opgelost, nu iedereen het gewoon fijn met elkaar kan doen. In het hele Vaticaan bloeit de liefde op. Passie in het Vaticaan, passie in het Vaticaan. Herenliefde is fijn, bij een glaasje miswijn. Passie in het Vaticaan, passie in het Vaticaan. Mijn vriend is kardinaal en hij neemt me graag. Homo Lobby de musical. Eindelijk een musical voor homo's. Te gek. Q Music, Q is good for you.